woensdag 7 november. Ik ben naar deze ziekenhuis geweest. En ze hebben mij een stent geplaatst hier in mijn hart. Weer hier. Zo, op. En hebben ze uitstekende werk gedaan. Kijk hier. Is het hier? Het is mijn hart hier. Kijk, hier. Zo was het. En dan heb ik het daarna. Dat is zo. De dokter was van Chinese afkomst. Ik had een Franse verpleegster en een verpleegster uit Litouwen en een Nederlandse vrouw ook erbij. Dat ging allemaal perfect. Ze sprak allemaal perfect Nederlands allemaal. Goed. Ik ben zeer tevreden. Nou, hier haal ik even weg. Hier hebben ze bloed afgenomen. En hier, ik had ook een klein kathedertje hier als reserve voor dit, denk ik. Die haal ik ook weg. Maar hij is inmiddels dicht. Dus. Zo, ik kan de patiëntenkaart ook wegdoen. Zo, hier staat mijn naam en alles hier. Het is een experimenteel stent, dit, want er zit een andere coating van medicijnen erin. En er wordt er door 1600 personen over de hele wereld getest. Ik heb mij opgegeven omdat ik was patiënt bij de Slotervaart ziekenhuis. Op hetzelfde moment ging ze failliet. Maar dan moet ik hier echt dokter Mons gaan bedanken voor zijn inzet in al die jaren. En de Slotervaart ziekenhuis die plaatsen katheders om te kijken, maar ze plaatsen niet de stent in. En dat is een beetje zwakte in de organisatie. En nu, omdat het toch een experimentele stent is, moet ik eigenlijk voor 5 jaar lang bekeken worden. Door de cardioloog in IMC, hier in Amsterdam. Ik vind het jammer dat ik niet meer patiënt ben van dokter Mons, want hij is een zeer kundige man.
tutto.